Dames en heren, werk, werk en werk inzet, dat doen we vaak voor een betaling en voor een beloning. Maar vrijwilligerswerk, dat doen we vanuit eigen plezier, vanuit menslievendheid of vanuit een tegenprestatie voor iets wat je zelf ontvangen hebt. En vorig jaar stond ik hier en toen maakte ik de vergelijking met het erenambt, zoals vrijwilligerswerk bij onze Duitse buren genoemd wordt. En ik pleitte er toen voor om de term erewerkenden in Nederland ingevoerd te krijgen. Het is nog niet helemaal gelukt, dus ik probeer het nog een keer. Vrijwilligerswerk, dat is erewerk en vrijwilligers zijn erewerkenden. Zegt het voor. Vrijwilligerswerk is een hele belangrijke motor voor onze maatschappij. En het erewerk, zoals het hoort te heten, gebeurt dus niet alleen voor de eer, maar het is ook heel hard nodig en verdient alle waardering. En voordat we het nou zo meteen hebben over die drie of die één die dan in het zonnetje gezet werden, er zijn zoveel vrijwilligers ook hier, geeft u uzelf allemaal even een applaus. De waardering die geven we vanmiddag vorm met de uitreiking van de vrijwilligersprijs. Niet als resultaat van een wedstrijd, wel als resultaat van het in de schijnwerpers zetten van mooie voorbeelden. Heel recent is al de Joop Postprijs uitgereikt. Die prijs die is voor groepen vrijwilligers die als groep, als geheel, de eer krijgen die bij die prijs hoort. De Joop Postprijs die ging naar het bestuur van de buurtvereniging Het Loor bij Vaassen. En de buurtvereniging was één van de organisaties die horen bij mensen die als vrijwilliger van de maand periodiek aandacht krijgen in de pers. En vanuit die organisaties worden jaarlijks voordrachten gedaan voor de vrijwilliger van het jaar. En het is een eer om die serie vrijwilligers van de maand te mogen noemen, maar die is niet aan mij. Die eer is aan de voorzitter van de jury, Leo Eland. Ik geef de microfoon graag aan jou op. Dit jaar zijn er weer 8 vrijwilligers geportretteerd. En dat gebeurt niet omdat ze zichzelf aanmelden, in de rij gaan staan, wanneer ben ik nou eens aan de beurt. Maar er is vaak heel veel overredingskracht nodig van Dick van der Veen, die die publicatie verzorgt, om ze zover te krijgen dat ze ook inderdaad in de krant willen. Want veel vrijwilligers beschouwen hun inzet als heel gewoon. Het hoort gewoon bij hun manier van leven. Prachtig is dat. En het is juist die instelling die we als jury van de Vrijwilligersprijs graag in het vloedlicht willen stellen. Om anderen te stimuleren, voor zover dat nog nodig is, of anderen wellicht op een idee te brengen. Onze samenleving kan daar dan weer de vruchten van plukken. 3 van de 8 geportretteerde vrijwilligers in 2019 zijn door de jury uitgekozen voor een nominatie voor de prijs Vrijwilliger van het jaar 2019. Ik begin met Mark de Joog. Hij staat naast mij hier. En al 20 jaar is Mark mantelzorger. Eerst voor de beide ouders en later voor zijn broer en daarna nog weer voor de bejaarde buurman ook. Ja. Ja. Het is een hele lijst van organisaties en evenementen waar hij zich als vrijwilliger inzet. Het wordt gewoon te veel om allemaal op te noemen. Het Cultuurhoes, om het toch een paar te noemen. Het Eetcafé voor gehandicapten. De paardenvierdaagse. Het grasmaaien bij mensen die dat zelf niet meer kunnen. En zo meer. En niet te vergeten, de badmintonclub. Mark is dus van alle markten thuis. Voor het goede doel. En dat geldt trouwens ook voor de volgende genomineerde, namelijk Janneke Dame. Actief op een breed veld van goede doelen, waarin Amnesty International en de kerk een belangrijke plaats innemen. Min of meer in het verlengde daarvan lag haar inzet voor de centrale opvang van vluchtelingen. En voor de Zuckerschool ontwikkelde ze een lesprogramma in verband met de jaarlijkse kranslegging bij het oorlogsmonument in het Zweerse Landerspark.
In de kerk doet Janneke mee aan 6 projecten. Onder andere bezoeken van ouderen, vervoer, kerkbalans en wat iets meer zijn. Want er is veel, hè, in de kerk. Ja. Maar ook de Boskoop, Identiteitsraad. En de tennisclub kunnen rekenen op Janneke. Vrijwilligerswerk is niet alleen geven, maar het is ook ontvangen, zegt Janneke. En dat is een hele mooie. Die moeten we maar vasthouden. De derde genomineerde, dat is Wim Schuring. De Oener jeugd kent hem heel goed. Daar staan we. Elke zaterdagavond stelt hij zijn huis open voor de jongeren uit Oene. En als hij eens een keer niet thuis is, dat kan gebeuren natuurlijk, dan krijgen ze gewoon de sleutel. Wim is jeugdangeling in Oene. Zijn jongeren komen dan ook niet alleen uit de kerk, maar vanuit alle hoeken van de geestelijke kaart. Voor Wim zijn ze allemaal zijn naasten. Maar naast de jongeren is Wim met veel meer bezig. Creatief organiseerde hij de festiviteiten rond de 75 jaar bevrijding. De wandeltocht op kerstavond komt bij hem vandaan. En het projectkoor Jubilate Deo is mede van hem een idee. Dames en heren, mag ik voor deze 3 gedreven vrijwilligers uw hartelijk applaus. Wie is de vrijwilliger van het jaar? Het kan er maar 1 zijn. Dat is nou eenmaal zo. Dames en heren, de vrijwilliger van het jaar 2019 is Wim Schuring. Ja, ik ben wel af en toe gewend voor een grote groep mensen te staan, maar dit overviel me toch wel een beetje. Dames en heren, nu u toch zo aan het luisteren bent geweest, felicitaties aan de vrijwilligers en de vrijwilligerprijs en de winnaar daarvan. Maar ik wil toch graag even doorgaan. Ik beloof u, we zullen het niet zo lang maken. We hebben namelijk nog even de sportprijs gemeente Epe 2019 uitreiken en de heel Epe beweegprijs. Dus als je nog even uw aandacht mag, dan willen we dat graag even op deze manier hier nu tijdens de nieuwjaarsreceptie afhandelen. De sportprijs voor sporters of sportteams die in 2019 sportieve topprestatie hebben geleverd en de heel Epe beweegprijs voor maatschappelijke sportinitiatieven en mensen die daaraan een bijzondere bijdrage leveren. Beide prijzen brengen bijzondere sportprestaties of sportinitiatieven uit het afgelopen jaar onder de aandacht. Als aanmoediging om vooral door te gaan vanwege de uitmuntende prestatie of omdat dit door initiatief zoveel andere mensen kunnen bewegen. We gaan beginnen met de uitreiking van de Heel Epe Beweegprijs. En elke inwoner van de gemeente moet de ruimte krijgen om op verantwoorde wijze te sporten en te bewegen. Vanuit eigen verantwoordelijkheden, interesses en omstandigheden. En sporten en bewegen verbindt inwoners, geeft plezier en verbetert de gezondheid en welbevinden. En de 3 genomineerden van de Heel Even Beweegprijs hebben daar allemaal een belangrijke bijdrage in. Als eerste nodig ik uit een vertegenwoordiger van het volleybalteam Zuuk. En al meer dan 30 jaar speelt deze groep recreanten mee in de Ormi trimcompetitie en vele toernooitjes in de gemeente Epe. In het veld zijn ze bloedfanatiek, maar een scheidsrechter is niet per se nodig. Sportiviteit dragen ze namelijk hoog in het vaandel. Daarnaast organiseren de leden van alles en nog wat, zoals het volleybaltoernooi tijdens het Zuukerfeest. Het is een bijzonder team van echte vrienden, van jong tot ouder. Dames en heren, applaus voor het volleybalteam. Dan hebben we het Evolution Survival Run van atletiekvereniging Sjelvo. Survival Run is een combinatie van hardlopen en hindernissen. Deze veelzijdige en uitdagende buitensport voor jong en oud vraagt kracht, conditie, souplesse, techniek en doorzettingsvermogen. Nu dus ook een Epe bij atletiekvereniging Sjelvo. Dames en heren, Evolution Survival Run AV Sjelvo is ook genomineerd voor de Heel Epe Beweegprijs. Mag ik een vertegenwoordiger daarvoor? En dan de derde genomineerde, Leontien Mensink, ook wel bij AVCL voor erg bekend, maar voornamelijk bekend in dit geval bij Galm
of de MBVO-groep. Heel veel afkortingen, maar het gaat om Groningen Actief Leven Model en meer bewegen voor ouderen. Leontien Mensink geeft al zeker 20 jaar gymlessen voor koppels zoen. Dat doet ze enthousiast en met warmte, respect en begrip. En haar lessen sluit ze aan bij wat haalbaar is voor de deelnemers. En altijd gebruikt ze muziek bij de gym. Vooral oud-Hollandse liedjes die ze zelf vol energie meezingt. Leontien is een betrokken docent. Na de les drinkt ze altijd samen met de groep nog een kopje koffie of thee. En zelfs schapt de kwieke en fitte Leontien wel eens dat ze als 75-jarige ook eigenlijk tot de doelgroep behoort. Dames en heren, mag ik u applaus voor Leontien Mensink. Nummer 1 is hier wel overtuigend eerste geworden met 41% van de stemmen van jury en publiek. En dat is geworden de Evolution Survivor van Sjalvo. De winnaar van de Heel Epe Beweegprijs was de Evolution Survivor Run. Dan sta ik nu met iemand die dat representeert en dat is... Rob Hesselink. En de aanstichter van dit hele verhaal is onze verenigingsmanager Bram Spaan. Maar die is er vandaag niet? Die is er vandaag niet, die had andere afspraken. Dus die zei tegen mij, van, zou jij als voorzitter van Sjalvo deze prijs in ontvangst kunnen nemen als we in de prijzen vallen? Je had er dus niet op gerekend? Nee, absoluut niet. Eigenlijk juist omdat het nog de survivalbaan moet nog geopend worden. Iets over die survival run nog. Zijn daar ook kampioenschappen? Je zweemt hier van Europees en mondiaal en wereld. En er is wel een aparte survival run bond. Dus, en die is gelieerd aan de atletiekbond. Kijk, en dus is het toch een speciale discipline. Het is een speciale discipline. En jullie kunnen ongetwijfeld daar nog een aantal mensen bij gebruiken. Wij kunnen daar nog veel mensen bij gebruiken. Het is echt de bedoeling om, en dat was ook eigenlijk de aanleiding, denk eens out of the box. Doe niet meer van hetzelfde, maar doe iets wat wel gelieerd is, maar op een andere manier invullen. Kan iedereen dit? In principe kan iedereen dit. Survival run en de run is... goed beëindigd met succes. Zeker. En we staan nog maar aan het begin. De sportprijs is de prijs die gericht blijft op de sportieve topprestaties van sporters in onze gemeente. Voor dit jaar waren er veel verschillende aanmeldingen, waarbij het opviel dat de aanmeldingen uit diverse takken van de sport kwamen. En dit geeft de veelzijdigheid van de Epic sporters aan. Als eerste, dames en heren, Milan Lammers. 16-jarige Milan uit Emst hoopt in badminton ooit de top te bereiken. Daar traint hij hard voor BC70, Veluwe uit Vaassen. Als een van de eerste spelers uit de gemeente ooit bereikte hij de Nederlandse jeugdkampioenschappen. En in het badmintonseizoen 2018-2019 speelde Milan 61 wedstrijden, waarvan hij 35 won. Dames en heren, mag ik u applaus voor Milan Lammers. En dan de tweede genomineerde, dat is Erik van Loen. Turner Erik is inmiddels landelijk bekend dankzij de campagne Play Unified van Special Olympics. Daarin daagt hij Epke Zonderland uit. Die nam de uitdaging aan. Samen sporten ze in een volle Ziggo Dome tijdens het Univegala. Maar ook in maart deed Erik met succes mee aan de Wereldgames van Special Olympics in Abu Dhabi. Hij traint bij Agios in Vaassen. Erik is een goede ambassadeur voor de G-sport in de gemeente, in Nederland en over de grens. Dames en heren, de tweede genomineerde, Erik van Loenen. En dan, dames en heren, Twan Wagenaar. Eerst moest zijn gebroken bovenarm nog genezen, maar daarna was de 17-jarige motocrosser Twan niet meer te houden. Tijdens het Nederlands kampioenschap werd hij zesde. Tijdens de Dutch Masters motocross negende. En bij het Let's kampioenschap zelfs tweede. Elke week zet Twan zich 100% in voor zijn sport. Dames en heren, ook een applaus voor Twan Wagenaar. Maar de winnaar van de sportprijs 2019 van de gemeente Epe is gewonnen door Erik van Loenen. Oh. Gefeliciteerd. Dat je vooral doorgaat met die mooie prestaties. Hè? Kijk eens, dit is de oorlog. En daarnaast is een zware
Erik, sporter van het jaar in de gemeente Epe. Wat betekent dat voor jou? Heel veel. Had je erop gerekend, stiekem? Nou, ik had eigenlijk helemaal niet op gerekend, maar ik heb wel binnen gelukkig. Ja, want je was al eens eerder genomineerd, hè? Toen was ik tweede. En toen heb je, en dan heb je nu dus de sprong gemaakt. Ja, nu heb ik gewoon sprong gemaakt, ja. Ja. Maar ik moest er wel bij zeggen dat ik met Erik Brukken naar China ging. En daar hebben we dit ook gedaan. Maar dat was de tweede keer, ja. Ja, want in China, als ik het goed heb, daar won jij medailles, hè? Ja, daar won ik heel veel medailles. En voor Italië, Rome, en China, Shanghai, en Abu Dhabi en Dubai. Nou, en ik heb binnen. Moet er nou bij jullie thuis een extra huiskamer komen voor al die medailles en bekers? Of kan het er nog in? Nou, ik denk dat mijn vader een hele grote prijskast moet bouwen om dat allemaal in te krijgen. Dus dat denk ik wel, ja. Maar je gaat er lekker mee door, toch? Ik ga er wel mee door, ja. Ook bij de volgende Paralympics? De Special Olympics in... De Special Olympics, uiteraard. In Den Haag. Dan blijf je erbij. Nou heb ik wel eens gehoord dat jij Epke Zonderland hebt uitgedaagd. Is dat zo? Ja, dat klopt. Ja. En wat zei die? Hij zei... Ik zei tegen hem, ik kan je wel helpen, Epke. Jij zou hem helpen? Ja, ik kan het helpen, Epke. Ja. Ja, en toen zei ik ook Flying Dutchman erbij. Dat ik hem graag wilde uitdagen. En dat hij heeft aangenomen... Voor de, niet in Heerenveen, maar in Amsterdam, in Ziegeldom. Ja. Touch of Gold. Voor 100.000 mensen. 2.000 mensen ongeveer. Ja, niet niks. Nou doet hij de ringen. Wat is jouw specialiteit? Nou, Epke Zonderland doet eigenlijk niet de ringen, maar de rekonderdeel. Oh ja, ja. En de brugoefening. En ik heb hem uitgedacht in de ringen bij... Oh, dat is het verschil. Je hebt hem uitgedacht. Ik heb hem uitgedacht in Vaassen, bij Agnes Vaassen, bij de turnvereniging van Vaassen. Ja. En daar heb ik de Flying Dutchman filmpje gedaan. En dat heb ik allemaal online gezet. En op social media allemaal. Dus, Heeft hij nog gereageerd? Ja, hij heeft gereageerd. Ook... dat was in Deventer. Ja. Daar moest jij voor alle prestaties en zo. En ik ben gewoon blij dat je hebt gewonnen. Dat is duidelijke zaak. Van harte gefeliciteerd nogmaals namens de hele Epe gemeenschap. En één ding beloof je me, doorgaan, hè? Ik zal blijven doorgaan waar ik mee bezig ben. Helemaal goed, ja. Dankjewel. Ja.